Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telde, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Arnold de Leeuw, geboren op 5 maart 1926 in Arnhem. Mei 1940 woonde Arnold, hij is dan 16 jaar, met zijn vader en moeder, twee broers en één zusje aan de Zweerste Landerstraat 64 in de Burgemeesterswijk in Arnhem. Niemand van het gezin de Leeuw overleefde de Tweede Wereldoorlog. Arnold de Leeuw overlijdt op 30 september 1942 in Auschwitz. Hij bereikte de leeftijd van 16 jaar.